Ben je klaar voor? Ja. Vraag klaar voor? Ja. Ja, goed. Welkom bij een verse JoDM. JoDM! Gaan we, Cody. Weer geen Tjeerd. Nee. Hij durft niet meer, hè? Tjeerd is ontsnapt uit... Sinds hij heeft gemerkt dat jij wordt aanbeden door onze kijkers. Zeker. Denkt, Cody. Er was één iemand die zei Cody. Dat. De rest zei, hij moet meer slapen. Ze vonden allemaal dat ik heel moe was. Echt waar? Wat vond mij? Ja, ik bedoel, ik heb gewoon altijd kleine ogen, is mijn geheim. Ja. Niks aan te doen. Nee, niks aan te doen. Maar Abdel, hij zei dat ik cool was. We zien je. We zien je, oh ja. Ja. SO naar alle boys in de hoed. Goed, heb je nou ook vragen voor JoDM, die kan je in blijven sturen naar redactie@pu.nl. Lekker nieuwerwets DM'en naar de Instagram @powerunlimited. De TikTok DM's staan ook open tegenwoordig, heb ik net ontdekt. De TikTok DM's? Staan open. Ik wist niet eens dat er DM's mogelijk waren in TikTok. Ja, als je een prijsvraag hebt gewonnen via TikTok bij ons, krijg je een berichtje van mij. Of voor mijn vrouw, want die zoekt wel eens de prijsvraagwinnaars uit. Dat gebeurt. Ban Nana vraagt. Waarom gaf je de telefoon niet aan mij? Ja, Martin. Die gast heeft gewoon een fucking telefoon nodig. Ja, maar is dat dezelfde? De TikTok DM's zijn dus open. Ik kreeg dus ook hier een berichtje van Tibbo. Die vraagt, wil hem ook hebben. Heb je nog een gsm? Mijn is kapot. Is Banana, is dat toevallig Tibbo? Ik denk wel dat het enige persoon is van de 467.000 volgers die van jou een telefoon zou willen hebben. Hebben wij een telefoon weggegeven onlangs? Een gsm? Nee, toch? Ik niet. Dus ik heb hem daarom ook niet aan jou gegeven? Nee. Maar... Wel... televisie hebben we laatst gegeven. Ja. Ook niet aan jou? Nee. Goed, Doosjan. Ook een lange vraag. Mag ik gratis PS5? Ik ben skeer. Jezus, doe normaal, man. Hij is skeer, gast. Hij wil PS5. Mag ik? Heb jij dat? Mag ik? Ik neem aan dat Banana en Joost-Jan nog jong zijn. Nou ja, als je Joost-Jan heet, ben je toch boven de 50, ga ik vanuit. Meestal zijn geen kinderen die Joost-Jan heten. Ja, dit is mijn schatje, Joost-Jan. De school van mijn zoontjes eten ze wel zo, hoor. Joost-Jan? Ja. Dat soort namen komen voorbij vliegen. Maar heb jij wel eens toen je jong was geweest gebedeld om een... telefoon, dan had je nog niet in die tijd waarschijnlijk, of een PlayStation controller. Nee. Nee, als mijn moeder daar zou achterkomen, zou ze me schieten ook. Ja. Want het is niet eerlijk, want fucking, jij bent skeer, maar je bent misschien 10, dus je krijgt 52 euro per week, maar je fucking parents hebben wel geld. Nee, alleen, of niet. Ja, maar... Gewoon werken. Precies, ook al zouden ze het echt geld hebben, je moet het zelf verdienen. Ik was, toen ik 14 was, maar ik zeg 15, want 14 mag je nog niet werken, ging ik wit werken bij een restaurant, dus niet zwart. Ja. En ging ik 4 weekenden lang afwassen, 2 dagen op rij, zaterdag en zondag, echt gewoon zoals het mag. Toen had je Game Boy. 4 weekenden had ik mijn Xbox. Ja, hier, deed ik wel. Ja. Ik was, wat deed ik? Ik was in die tijd, toen mijn Xbox kocht, was ik aan het schoffelen op het vakantiepark. Gewoon mensen? Nee. Weertrappen. Onkruid. Oh, ja. Ja, maar dan is die Xbox in ons allebei geval zoveel zoeter dan een PS5 die je krijgt als je keer bent. Ja. Dus dat. Beste Tjeerd en Martin. Tjeerd is er niet. We hebben code. AliExpress Tjeerd. Ja. Bij sommige PlayStation games komen de gespeelde tijd die ik heb aan games heb besteed niet overeen met de tijd die staat weergegeven bij mijn profiel. De verschillen kunnen best groot zijn. Guacamole 1 en 2 heb ik bijvoorbeeld per stuk ongeveer 16 uur gespeeld. Maar hij geeft bij mijn profiel maar 1 uur per game aan. Groet Bob. Guacamole. Guacamole. Kamele. Guacamele, sorry. Dat is mijn fout. Wel leuk. Ja. Dit grote verschil heb ik nog niet gezien, Bob. Maar ik heb hier ook last van. Ja? Ja, ja, want ik... Misschien moet jullie een praatgroepje vormen. Misschien. Ik zou best een discussiegroepje willen vormen met Bob. Dat jullie gewoon één keer in de week samenkomen in een lege sporthal. Ja. Allebei een klapstoeltje in het midden. En dan gaan praten over dat het aantal tijd wat je besteedt aan guacamole of mole, hoe je het ook wil noemen, niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ja, nee, maar ik heb wel een paar praatpunten. Ja, nou, noem maar één. Nou ja, ik heb dus mijn Hogwarts Legacy save zegt 96 uur, maar kijk bij PlayStation dan zegt hij 60 uur. Ik ben daar ook boos over. Ja, furieus, Bob. Dus ik denk, jij en ik, misschien nog iemand erbij die Niels heet, en een praatgroepie. Ja. Lijkt me leuk. Ik ken een Niels. En een Bob. Ja, Bob. Zijn we er wel. Goed. Hallo. Nou. Maar wilt u hem nog antwoord geven op die vraag of wat? Ik weet namelijk waardoor ik kom. Oh, en dan weet ik. Nou. Hoef wij niks meer te doen. Zal ik een melodietje eronder doen? Zullen wij ons gewoon gaan? Een hotdog eten? Ja, nee, dan doe ik wel een melodietje van afstand en dan gaat Enno hem even... Hier zijn vragen allemaal, hij weet het allemaal. Komt-ie aan, hè? Ja. Ik geef alleen antwoord op deze. Ja, geef lekker antwoord op die vraag. Antwoord op de vraag. Dat komt dan naar de game aan hebt staan en dat kost dus allemaal tijd. Dus als je in de game 45 uur hebt, ja, dat is eigenlijk een speeltijd. Maar ja, omdat je de game gewoon aan hebt staan op die rustmodus, dan telt hij daar gewoon door. En daarom is dat te langer. Kom je nou weer terug?
Damjan, die is volgende jou. Vraag. Ja. Beste Enno. Of oh nee. Hallo, ik heb een PS5 en ik wil een monitor kopen. Ik dacht aan 1440p en 144 Hz monitor. Heb ik dan HDMI 2.1 nodig of is het alleen voor 4K? HDMI 2.1 is voor 4K 120 Hz. Ja. Je hebt flinke bandbreedte nodig om dat door te kunnen pushen. Voor 1440p, dat kan de PlayStation ondersteunt het nu ook. Dus dat is goed. In 144 Hz, die 144 frames ga je nou halen, maar die 120 wel. Dus volgens mij is die bandbreedte groot genoeg. Nou ja, het ligt eraan welke port erin zit. Er zijn ook nog niet zo gek veel monitors met 2.1, toch? Nee, maar die zijn vooral pleuris duur. Ja. Maar het hangt een beetje, dus wat voor poort zit erin? HDMI. Maar je hebt ook nog oude basis natuurlijk. Maar ik neem aan dat die resolutie... We hebben iets meer info nodig. Ja, maar 1440, dat haalt hij volgens mij niet per se alleen met 2.1, toch? Nee. Dus dan zou ik zeggen... Maar als dat een hele oude poort is, die dat misschien niet genoeg bandbreedte heeft... Ik snap dat je zeg maar een beetje zoiets hebt van ik wil toekomstproef zijn, dus ik haal direct een dikke vette monitor. Maar die 2.1 monitors zijn zo duur nog. Ja, maar dit moet voldoende zijn. Denk ik, als het gewoon een recente monitor is, prima. Ja. Wil je het nou zeker weten, stuur even Endo een berichtje. Die dit moet goed komen. Okay. Alleen als je echt 4K wilt doen, dan heb je 2.1. Oh, dit is een elfje. Ja, veel plezier. Komt ie, hè? Hi gentlemen, it's me again. Ik voel me schuldig omdat ik Tjeerd saai heb genoemd. Eerlijk is eerlijk, pauzeer ik hem even voor. De man was, hij had pijn. Ja. Want hij blijft hangen. Hij deed iets met hem. En hij kwam zo en toen zei hij zo van... Oh, jammer dat het is blijven hangen. Dus eigenlijk is hij best grappig. Meestal zijn flauwe grappen, maar toch, ze blijven leuk. Maar Martijn blijft de koning. Niks voor Tjeerd. Nou, Martijn... Over het probleem met de Ethernet-kabel. Ik heb eerder mijn database... Zo, wacht even hoor. Ik heb al eerder de database te rebuilden, maar dat heeft het probleem niet opgelost. Hier zijn nog een paar stappen die ik al eerder heb geprobeerd. Een systeemupdate, clearing the system cache, een ander werkende kabel proberen, de modem resetten, andere poort van de modem uitproberen. Martijn had het erover dat het alleen maar een irritante melding is, maar bij mij is het ook niet zo. Ik verlies namelijk mijn verbinding. Ik hoop dat dit genoeg informatie is. Als jullie nodig vinden, kan ik een video sturen voor de volgende keer. Lijkt me leuk. Heel leuk. Ik hoop dat dit behulpzaam zal zijn voor een andere. Hij heeft dus niet geprobeerd het te fixen, want hij hoopt dat hij hiermee andere mensen helpt. Dat wij hem zo erg gaan helpen. Wel lief. Waar ging het over? Hij heeft dus een PS5, was het volgens mij. Hij krijgt af en toe de melding dat de Ethernet-kabel niet is aangesloten. Toen hebben we al gekeken op de supportpagina van Sony. Ja. We hadden ook al gebeld, volgens mij. Zeker, we hebben reactie gehad. Maar dat is het nog steeds niet. En het is dus niet dat het alleen een irritante melding is. Zijn hele verbinding valt ook weg. Tragisch. Ligt het aan de PlayStation of is het misschien zijn verbinding in huis? Oké, wat we gaan proberen is even jouw PlayStation iets dichter bij de modem zetten. Dan gaan we even kijken of je wel een stabiele verbinding hebt over wifi of wifi. Ja, dat kan wel helpen. Dat kan wel helpen, maar dan kunnen we in ieder geval uitsluiten dat het niet de router is. Oh. En dat het waarschijnlijk het poortje is van de PlayStation 5. Maar wat heeft wifi daarmee te maken? Wifi, hebben we het genoemd. Wat heeft zijn wifi hiermee te maken? Niks. Oké, check. Maar dat gaan we wel proberen, Sinan. Dan spreken we jou over 4 weken weer. Dan gaan we verder met dit probleem. Flebiax. Hey Pu, hoe gaat het nou met het laatste nummer van 1993? Ik kan namelijk niet wachten totdat alles... straks gedigitaliseerd is. Nou, dat laatste nummer van 1993 die we nog zoeken nu, is nog steeds niet terecht. Oh. We zijn bezig met een mooi project, want Cody, dit jaar bestaat Power Limited 30 jaar. 3-0. 30. Dat gaan we vieren in oktober. Wow, is dit een aankondiging? Nee. Het is gewoon een soort van ding. We gaan meerdere leuke dingen doen, onder andere... De hele collectie zijn voornemens te gaan digitaliseren. Maar daar hebben we een aantal dingen voor nodig. Dat laatste nummer uit 1993, want die missen we nog. Die ene met die losviking op de cover, die hebben we nodig. En dan kunnen we alles naar de digitaliseringsmanier brengen. En die gaat het letterlijk doen met de fotocamera. Echt waar? Ja. Oh. Maar we hebben nog dat laatste nummer nodig. En? Puntje 2. We gaan het koppelen aan het face-nummer van Power Limited. Die gaat ook uitkomen in oktober. Een mooi dubbel nummer met allemaal mooie verhalen. Jij bent iets meer engaged bij met Wouter. En, mooie oude rubriekjes, misschien wel plaatjes ook. Ja, kan je straks altijd lekker digitaal gaan lezen. Playbox moet gewoon heel even
even rustig en dan strakjes. Oh. Nou ja, snel al, denk ik. Strakjes. Als deze video uit is, dan kan dat misschien al. Wat? Ja, als die over vier weken uitkomt. Dan kan je het nog niet digitaal lezen, maar misschien wel. Bestel om. Ja, dat kan. Ja, dat kan zeker. Ja. Tenminste, dat hoop ik. Ik weet, ja, dat kan. Oh, ik zie iets staan. Het is namelijk tijd voor de flitsronde. Ik probeer het te doen zoals shit, maar zo laag kan ik niet. Flitsronde. Het is tijd voor de flitsronde vraag van Sinan. Ja, die heeft naast een tantoe lange brief. Van twee kantjes. Ook nog een keer. Sinan. Flits Sinan. Hij had er niet heel veel opgestuurd, maar ik geef jullie 30 seconden. 30? Ja, dan doen we dan minstens 32. Ja. Oké, 32 seconden. Local co-op multiplayer versus online co-op multiplayer. Local multiplayer. Ja, local. Wat is jullie favoriete emulator voor games ouder dan de PS3-era? Ik doe niet aan emulators. Nee, doen we niet. Oké. Okay. We kopen alles. Jurassic Park World versus Cheered. Wie zou er winnen als er een poll geopend wordt? Cheered natuurlijk. Ja, Cheered. Ja. Cheered tegen al die dino's. Oké. Okay. Ja, easy. Wat is het verschil tussen Early Access en Open Beta? Early Access, Het is niet echt een flitsronde vraag. Nee, het is een hele moeilijke. Ik zeg gewoon Early Access. Beta. En dan de laatste, RTS Games versus TBS Games. Ik heb geen idee. Waar staat TBS voor? Geen idee. Spellen die opgesloten zijn. Parnassia Games, zijn dat het? Turn-based strategy natuurlijk is het waarschijnlijk. Turn-based strategy. Dan ga ik wel voor turn-based strategy. Ja, turn-based? Ik ga voor RTS dan. Ja. En waar staat RTS voor? Real-time strategy. Ja, dat was hem. Ik vond het echt een half slappe flitsronde. Sinan, je bent een mooie vent. Maar dit vond ik een beetje een half slappe flitsronde. Wil je nog bonusvragen, Cody? Want ja. Dan regelen we dat zelf al. Bonusvraag. Oké. Beste mensen van PU. Ik ben op zoek naar een vervanging voor mijn tv voor mijn PS5. Ik wil graag de stap zetten naar een monitor. Kunnen jullie mij helpen? Deze vraag is van Ger. Je gaat PS5 gamen op een monitor in plaats van je tv? Dat is ja, de vraag. Dat is de vraag. Oké. Kunnen jullie mij helpen? Ja, op zich wel. Het is een beetje afhankelijk van je budget natuurlijk. Als je, kijk, we hebben, het zit niet meer in de doos, maar we hebben in die andere ruimte hadden we een hele mooie LG OLED monitor staan. Dat is echt een beest van een ding. Alles erop en eraan, dat is echt de top of de bill qua monitor, maar daar betaal je dan ook voor. Dat ding is 1700, 1800 euro. Er is ook een kleinere versie, is ook 1100 euro. 27 inch, ook OLED-je, razendsnel zijn die kringen. Ja. 0,02 seconde vertraging. Ja, het punt is een beetje, je hebt natuurlijk wel gewoon redelijke monitors voor 100, 110 euro, maar die hebben dan niet 2.1. En ik zou in het geval van als je dus, ik weet niet hoe jouw huidige tv is, hè, als jij op zo'n 50 hertz dingetje met Full HD uit 1993 gamet, dan is elke stap al vrij snel een grote stap. Maar als je momenteel met opties speelt tot 120 fps of 120 hertz, dan zou een monitor wel echt veel duurder zijn. Dan zou ik die overstap niet eens maken. Ik denk dat, laat ik het zo zeggen, kort samengevat, ik denk dat je goedkoper een 2.1 tv gaat vinden dan een 2.1 monitor. Nou kijk, we hebben hier nog een vraag van Hugo, die vraagt eigenlijk hetzelfde. Hebben jullie 5 tips voor een tv die goed bij een PS5 past? Volgens mij moeten we gewoon een artikel of een video maken met... Ja, op pu.nl. Tips voor een tv of een monitor die best bij een PS5 kan passen. Het is wel sowieso een artikel over monitoren die, vind ik wel. Ja, misschien doen verschillende prijsklasses. En waarschijnlijk is de video nu al af. Die video die hebben we al gemaakt. Nou. Dus die kan je nu bekijken. Hier kan je hem. Nee, boven Martin Schoot. Hier kan je hem kijken. Ja. Nou. There you go. Ja. Live geholpen. Goed, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten of te abonneren op dit kanaal, want we hebben subs nodig. Of allebei. Subs, we willen subs. Want we willen 100.000. Ik wil zo'n mooi tegel hier achterhalen. Zo, dat lijkt me. Maar dan moeten we wel een beetje opruimen hier achter. En dan gaat die panda gaat eruit. Precies, wat doet die gast daar? Die panda gaat er nu uit. Perry de Party panda is dat, hè? Zo. Ja, maar nu hebben we daar een gat. Perry is terug. Yay, Perry. Goed, heb je nou ook een leuk item voor onze studio? Stuur dat op. Dan kunnen we dat daar neerzetten. Totdat we de 100.000 subs hebben bereikt. Dus dat. Doei, groetjes.